Hier achter me ligt de Snekevaart. En de Snekevaart die stond vroeger bij de Bolzwarrers bekend als de zwemschool. Hier heeft de oude generatie Bolzwarrers het zwemmen geleerd. Aan een hengel, bij meester Posma. En als het aan burgemeester de wethouders ligt, kon dit wel weer eens toekomstmuziek worden. Dat de Bolzwarrers weer opnieuw het zwemmen moeten leren in de Snekevaart. Nou, u bent een van de generatie die het zwemmen nog leert, het in de Snekevaart, bij meester Posma. Dat klopt. Hoe was dat? Nou, ik had niet een abonnement, dus wij zwommen maar eens af en toe. En dan gingen wij middags. Maar eerst moesten de jongens zwemmen, dus dat was nog voordat ik mijn diploma had. Eerst moesten de jongens zwemmen, dus dan stonden wij al vast te dringen om een hokje. Ik weet niet hoe het was met die situatie met die hokjes, maar die was maar heel beperkt. Want jouw kleren bleven ook in die hokjes, dus dat hokje kon niet naderhand door een ander gebruikt worden. Maar daarnaast was er dan ook naar de perenstal. En daar konden dan die het niet een hokje hadden, konden dan weer nog hun uitkleden. Maar dat vond je niet leuk, dus we vliegen om een hokje. En zo ging dat. Maar toen was ik een jaar of 20. En toen had ik eigenlijk nog nooit een zwemdiploma. En toen dacht ik, nou, ik moet als echt zwemmen leren. En toen heb ik bij Posma aan de hengel zwemmen geleerd. Echt zwemmen. Ja, want dat zeiden ze. Je moest naar een hengel bij meester Posma. Ja, en die zei dan, nou, armen, ze benen, zo. En dat werkte goed, hoor. Kon ze maar. Ja, dat ging heel goed. En dan moest je eerst in het tweede bassin. En als je dan 3 rondjes in het derde bassin zwemmen kon, dan mocht je in de Snekevaart. Dan hoef je niet een diploma te hebben, maar als je dat maar kon, dan mocht je alleen de Snekevaart. Zo ging dat toen. En hoe was dat, het zwemmen in de Snekevaart? Nou ja, het was natuurlijk niet al te schoon. Dan zal het schooner geweest hebben. Nou, want er was natuurlijk veel minder bootvaart en pleziervaart. Maar je hoorde er wel eens dat ze wel eens wat tegenkwam. Wat nou niet zo plezierig was. Ja, het trio was er nog niet. Nee, maar er was verder anders ook niks. Nou, dus het was het enige wat Balst had. En dus dat was dan wel een uitkomst. Maar ja, ze laten wel erg streden voor een ander zwembad. En dat was een goed ook. Ja, want begin jaren 70 is het zwembad er komen. En inderdaad, er is echt heel hard voor streden, ja, he, om dat te krijgen. Ja, het is heel hard voor streden, hoor. Ze hadden, heb ik wel gehoord, want toen woonde ik niet in Bolzwart. Dus een hele paal en er stond op hoeveel geld dat er binnen was. Dat er genoeg geld binnen was voordat het zwembad komen kon. Dus heel hard vervochten. Want het had een heel skof dicht geweest dat je in Bolzwart niet zwemmen kon. Nou Richard, dat zwemmen in de Snekevaart, dat moet mij niet meer. We moeten zwembad Vitalo open houden. En ja, jullie zijn met de gezamenlijke buurtvereniging een grote actie begonnen om handtekeningen te zamelen. Hoe is dat gegaan? Spoedig. Veel reacties. Toevallig een buurtfeest had. Waar een man of 50 waren. Veel reacties. Iedereen wil tekenen. Ook veel verhalen van vroeger. En iedereen tekent eigenlijk gewoon. Iedereen zei het van, dat moet blijven. We hebben met z'n allen opbouwd het zwembad en het moet niet afbroken worden. Ja, maar wat mevrouw Rollema ook zei, is dat er is echt voor streden om dit zwembad hier te krijgen in Bolzwart. Ja, nou, dat klopt. Echt in de jaren 60 was het echt een collecte door heel Bolzwart. En alles werd bij elkaar gesprokkeld en het zwembad moest er komen met butenbad en al. En, het is zonde wezen om het nou alles van me weg te gooien. Bist u zelf ook een van de mensen geweest die langs de deuren geweest is om die handtekeningen te samen? Ja, toevallig gisteren 2 keer een grote ronde maakt. En je staat eigenlijk bij elke huis sta je wel 2-3 minuten even stil en ze doen verhaaltje. En je hebt het niet zomaar klaar om handtekeningen op te halen. En wat is voor je het belangrijkste argument dat het zwembad hier in Bolzwart brieven met? Ja, het is natuurlijk sowieso voor de jeugd, voor de zwemlessen is het heel belangrijk dat het blijft. Het is ook voor de school. Er wordt heel veel met schoolzwemmen voordien. Het is en ook voor de plezier natuurlijk. Op zondagmorgen met de kinderen zijn we zwemmen. Dat is ook hartstikke mooi. Nou ja, het is morgen in ieder geval woensdag. Dat is een belangrijke dag voor je. Want dan ga je hem naar die commissievergadering. Met hoeveel man ga je erheen om te protesteren? Nou ja, we verwachten sowieso van uit het zwembad zelf dat er heel veel mensen heen gaan. Dat de waterpolo, de aerobics clubben, de oudere vrouwen die dan hier sporten onder water. Die gaan met spandoeken richting Eilst. En natuurlijk hopen ook heel veel uit van de buurtverenigingen dat er heel veel mensen met gaan.